Welkom, dit is ADO TV met deze week een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Excelsior. Een profiel van materiaalman Robbie Ravenstein. En we spreken met oudspeler Marco van Alphen. Maar eerst Roland Alberg. ADO TV sprak met hem vlak voor zijn vertrek naar zijn nieuwe club, het Amerikaanse Philadelphia Union. Roland Alberg, voor de laatste keer hier even terug bij ADO Den Haag. Ja, klopt. Ik had nog het een en ander liggen en dat ben ik nu op komen halen. En ik vertrek maandag richting Amerika. Want je bent er al geweest, neem ik aan. Hoe zijn de eerste indrukken? Ik ben er anderhalve week geweest, ja. Het is gewoon een mooi land, mooie stad. Ik heb een geweldig team, mooie club, mooi stadion. En alles, het totaalplaatje bevalt gewoon. Dus dat ik ben ontzettend trots op zo'n overgang, ja. ADO Den Haag periode heb je afgesloten. Wat voor gevoel kijk je terug op deze jaren hier? Ja, op hele mooie jaren. Ik bedoel, ik heb 2,5 jaar gewoon ontzettend naar mijn zin gehad. Eerste jaar was natuurlijk in het begin een beetje wennen. Maar na winterstop, dankzij mijn enkels, zijn we in de Eredivisie gebleven. En tweede jaar is tot nu toe mijn beste seizoen geweest ooit. Dus het is met 9 goals en 8 assists. Is het een prima periode geweest voor mij. En ja, het laatste seizoen, dit seizoen was het nog niet echt eruit gekomen. En het enige wat ik daaraan jammer vind, is dat ik niet echt gewaardeerd ben de laatste tijd. En dat doet natuurlijk wel een beetje pijn. Alleen, mensen hebben keuzes gemaakt en ik was er niet altijd mee eens. Maar goed, dat is ook mijn recht. Ik mag ook mijn mening hebben. Maar supporters wil ik gewoon bedanken voor hele mooie jaren. Het is voor mij natuurlijk met pijn in het hart dat ik wegga. En ik gun ze alle goeds. En ik hoop dat ze het goed gaan doen, Europees voetbal halen. En dat is het eigenlijk. Sinds kort is de afdeling ticketing gevestigd in de fanshop van ADO Den Haag in het Kyocera Stadion. En daarmee gaat de lang gekoesterde wens van ADO Den Haag in vervulling om de fanshop en ticketing in dezelfde ruimte onder te brengen. Zo kunnen alle fans op één plek terecht voor het kopen van ADO Den Haag merchandise, het aanvragen of verlengen van clubcards of seizoenclubcards, maar ook voor het kopen van kaartjes. Henk Vreeser, hoe was deze week? Was misschien wel een heftige week gezien de uitvaartdienst van Paul Beiersberg dinsdag. Ja, je neemt alles mee al vanaf, misschien wel vanaf, wat is het? Cambuur. Dus dat is natuurlijk een bepaalde periode geweest waar we Cambuur, Graafschap, Feyenoord en Roda hebben gehad. En het was hectisch. En ook heel wisselend qua buien. Want na Cambuur was je heel blij met de overwinning. Nou, Graafschap was echt een domper. Ja, Feyenoord was natuurlijk wel weer een opsteker. Ja, en dan heb je natuurlijk de wedstrijd Roda. Maar je hebt ook afgelopen dinsdag de plechtigheid in relatie tot Paul Beiersbergen. Ja, en dat heeft wel bij heel veel mensen wel heel veel achtergelaten. Ik kan stellen, als je bij ADO Den Haag werkt, dat is een achtbaan van emoties soms. Ja, nou, ik moet zeggen de afgelopen periode, afgelopen 2 weken, absoluut. Excelsior, de komende tegenstander. Men kan misschien zeggen, dit is net als de Graafschap een wedstrijd die ADO moet winnen. Hoe zie jij dat? Kijk, ik vind wel zeker dat wij flink mogen balen als wij niet het maximale eruit halen tegen de ploegen waar we eigenlijk voornamelijk punten hebben laten liggen. Dus ik denk niet dat het vanzelfsprekend is dat wij zomaar even Excelsior zullen oprollen. Zeker als je ook kijkt naar de resultaten die zij de afgelopen weken hebben. Maar ook het spel. Ik denk dat ze hier en daar zelfs ongelukkig zijn geweest. Want de Graafschap verliezen ze uit, 2-0. Maar daar hadden ze echt hele goede kansen. En eigenlijk, voordat de 2-0 stond, hadden zij de betere kansen zelfs. Dus, maar zij misschien wel zelfs de betere ploeg. Roda hadden ze punten kunnen pakken. Of meer punten kunnen pakken. Dus wat dat betreft zal het geen walkover worden, maar we moeten ook kritisch naar onszelf kijken. En dit zijn wel de ploegen waarin wij zeker beter tegen moeten gaan presteren. Thuis tegen Excelsior werd het 3-3. Verwacht je weer zo'n doelpuntrijk duel?
Nee, eigenlijk niet. Ik verwacht eigenlijk, wat ik ook vooraf verwachtte tegen Roda, wel een wedstrijd waar de spanning behoorlijk zal zijn. Nou ja, je weet, spanning heeft altijd invloed op mensen. En daardoor zal het spel misschien hier en daar wat beïnvloed kunnen worden. Maar we hebben ook kunnen zien tegen Roda, hebben wij ons stinkende best gedaan om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Ik denk dat we hier en daar misschien wat meer geluk nodig hadden. Nou, de doelpunten gaven we heel knullig weg, met name de eerste. Dus wat dat betreft hebben we niet het maximale eruit gehad. Dat is duidelijk. Is het zo dat dit een wedstrijd is waar juist ADO Den Haag het initiatief moet grijpen? Ja, dat willen we altijd wel heel graag doen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar, en vooral omdat je weet dat Excelsior thuis, dat is juist heel lastig. Dus het veld is wat kleiner en vaak hun thuiswedstrijden hebben ze wel een bepaalde drive. Maar dat geeft ons juist weer wat meer mogelijkheden. Dus ik denk dat het een wedstrijd zal zijn in fases waarin wij de bovenliggende partij zijn, waar zij druk op ons zullen zetten, misschien wel vanaf het begin. Maar ik denk juist in die momenten dat zij ons onder druk willen zetten, daar liggen juist voor ons de mogelijkheden. Nog even als laatste personele bezetting. Een volledig fitte selectie zo goed als. Ja, dat is. We hebben hier en daar wel wat pijntjes, maar tot nu toe lijkt alles mee te vallen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat Gio Korte, die heeft wat last. Gianni vandaag, dus we hebben nog wel een aantal dagjes om daar mee om te gaan. Maar er zijn wel wat pijntjes, dus niet vanzelfsprekend ook dat die erbij zullen zijn. Maar goed, we hebben voldoende achter de hand. Hey, mijn naam is Rob Ravenstein. Ik zit al bijna 12 jaar bij de club. Ik ben bij de jeugd begonnen. Omdat mijn zoon daar voetbalde. En zo, ja, spelende wijze ben ik eigenlijk bij ADO gekomen. Omdat ik ergens anders ging het bedrijf failliet. Ja, van het een kwam het ander. Een dagje invallen, chauffeur. Toen heeft ADO mij gevraagd om continu in vaste dienst te komen. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. En zo ben ik doorgestoomd eigenlijk, om het even snel te vertellen, naar de BVO 1. Nou, ik doe de logistieke kant van de BVO. Dat wil zeggen dat ik kom 's ochtends aan en dan ben ik meestal als eerste. En dan ja, koffie maken. Zorg dat het apparaat schoon is, dat de melk is. Ik maak een ontbijtje voor de jongens. Ik leg de kleding klaar. Ik was het ook weer. Shake tussendoor, ballen pompen, noem maar op. Alles wat nodig is op en rond het elftal, daar zorg ik eigenlijk voor. Ik ben altijd supporter geweest. Ik heb een groen-geel hart en... Ja, dat maakt het werk een stuk makkelijker natuurlijk. Het is op zich heel mooi werk. Het is ook vermoeiend werk. Je maakt lange dagen. Maar het werk maakt weer een hoop goed natuurlijk. Je maakt leuke dingen mee. Trainingskampen, noem maar op, in verre landen. Het komt allemaal wel goed. Er zijn wel spelers die bij mij de harde luchten. En ja, dat hou je natuurlijk voor jezelf. En in zoverre ik dan van advies kan voorzien. Hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat ik ze mee kan helpen, ja, dan geef ik ook nog eens een tipje in hoeverre dat helpt. Hè? Want de speler maakt het allemaal zelf uit. Ze doen het allemaal zelf. Maar soms moet je toch sommigen even aanhoren. Of dat ze, als ze gewisseld zijn, dan zijn ze toch iets bozer. Of weet je, dan moet je dat even in ontvangst nemen. En dat doen we dan ook graag. Ja, de waardering van de spelers is heel groot. Dat moet ik nageven. Sommige spelers, als ze weggaan dan bij een nieuwe club, komen ze een shirtje brengen. Of laatst hebben ze me echt geholpen met een bijdrage voor mijn nieuwe huis. Ik bedoel, ja, dat maak je allemaal mee en daar word je wel stil van af en toe. Dat je denkt van ja, dit wordt echt gewaardeerd. Mark van Halve, in de jaren 90 en de jaren 80 speler geweest van FC Den Haag toen nog. Hoe gaat het nu met u? Redelijk, zeg maar. Na die tijd eigenlijk veel problemen gehad lichamelijk. Eigenlijk nog steeds, de dag van vandaag, eigen zaak. Ik zit in de textieldrukkerij, tenminste, ik heb een textieldrukkerij, ik lever sportkleding. Dus ik ben actief als ondernemer momenteel. En vanuit die gedaante eigenlijk, zeg maar, ben ik ook sponsor geweest bij ADO. En, Hoe kijkt u terug op uw periode bij FC Den Haag? Ja, dat is eigenlijk toch de mooiste periode geweest uit mijn leven eigenlijk. Hele aparte periode. Ook een mooie periode omdat ik echt een hoop mee hebben gemaakt. Ongeslagen kampioen. Promotie en dergelijke. Ook uiteraard gedegradeerd, was mindere. Maar gewoon veel hoogtepunten. Dus gewoon erg leuk. De reden dat u moest stoppen als voetballer was geen leuke reden. Vertelt u eens.
Dat ik gestopt was? De reden dat ik gestopt ben, zeg maar, dat had oorzaak in een hernia. En spierklachten, zeg maar, waardoor het gewoon niet meer ging. En ja, dat heb ik heel lang, daar heb ik heel lang over gedaan, zeg maar, om dat een plaatsje te geven eigenlijk. En dan spreek ik gewoon over 14 jaar dat ik eigenlijk niet meer in het stadion ben geweest. Maar nu voelt het wel weer goed om af en toe bij de club te komen? Ja, om die oude jongens weer te zien is natuurlijk gewoon altijd leuk. Dus je komt weer heel veel oude bekenden tegen. En dan kom je toch altijd weer terug op je periode. En dat maakt het alleen maar leuker. En dit was ADO TV weer voor deze week. Volgende week vrijdag ontvangt ADO Den Haag PEC Zwolle in het Kyocera Stadion. De kaarten voor deze wedstrijd zijn te koop via www.adodenhaag.nl/kaartverkoop. Maar eerst wordt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior gespeeld. En daarom zocht ADO TV weer 5 mooie goals uit het verleden op. Tot volgende week. Toornstra. Nog net een nuttig tikje. Kubik, Radosavljevic, Bulikin. Het is heel mooi gespeeld. Heel fraai doelpunt van ADO. En dan is De Rijk feller en wint hij de bal. En is de paas ook nog eens fantastisch. Heel mooi gedaan door De Rijk. Verhoek voor zijn doelpunt. Ja, de uitblinkers bij ADO dit seizoen. Misschien wel allebei bezig aan hun laatste duel in Den Haag. En zij zorgen voor de vijfde. Ami buitenom. Niet gezien door Huscher. Oh, redding van De Ruiter. Die daarmee voorkomt dat de gelijkmaker achter zijn oren vliegt. Toornstra, nu zit hij er wel in. Buiten bereik van De Ruiter. Voor wie het zicht volledig is belemmerd door een ongelofelijke hoeveelheid spelers voor zijn neus. Alberg, mooi gespeeld. Die gaat schieten. Alberg plaatst die bal. Prachtige goal. Wat een magnifieke goal van Ronald Alberg. En het staat 2-2. Een schitterende goal. Een korte hoekschop. Eduardo weer hoog. Weer zoeken naar Kramer. Komt voor zijn man. En scoort! In de slotminuut van de wedstrijd bezorgt Kramer ADO een 3-2 overwinning bij Excelsior. En gaat de ploeg normaal gesproken met deze 3-2 over de Woudensteinclub heen. Is de teleurstelling groot?